Oh my god. Oeps. Het is maandag en tijd om te werken. Het is bijna 6:30 en ik ben een half uurtje geleden thuisgekomen. En ik heb even wat noedels gegeten en nu ga ik boodschappen doen. Een wasmiddel, want blijkbaar heb ik de afgelopen maanden mijn kleding gewassen met wasverzachter in plaats van een wasmiddel. Ik dacht dat het gewoon een wasmiddel was die, er stond wel zacht op, maar ik dacht in de zin van, ja, zeg maar niet te veel parfum en zo. Oeps. Ook maar gelijk even een wasje draaien dan. De pompoenslacht is weer begonnen. Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Beetje veel, dat is beter. Ik heb met uitzondering van een kwartiertje avondeten bijna drie uur in de keuken gestaan. Maar ik heb nu eten voor de hele week. En echt nog 5 porties aan soep voor een diefries. En dit voelt echt heel chill om in te drukken. Maar niet mee spelen. Alleen nog even een afwasje en de was uithangen. Ik ben nog even aan het editen, maar ik hou zo erg van Iced Tea Peach. Ik heb het echt heel lang niet meer gedronken, maar ik heb nu echt... Dit al het derde glas wat ik inhaleer. Het is gewoon... Ja. Ik en Iced Tea Peach, echt een gevaarlijke combi. Het is gewoon zo lekker. En je drinkt het zo makkelijk, want het heeft geen prik. En het gewoon... Weg. Weg. Snap je? Het is dinsdag en ik heb net een paar uur op mijn laptop gewerkt in bed. En nu ga ik verplaatsen naar de woonkamer. Want mijn nek doet pijn. En ik ga vandaag thuis werken. En om 3 uur afspraak met de psycholoog. Dus hopelijk krijg ik vandaag even heel veel gedaan. Ik heb gisteren dus mijn hand met een dun schiller meegeschild. Bij het slachten van de pompoen. Maar het brandt zo erg. Maar ja, we overleven het wel. Tijd voor een nieuwe cultserie. Tijd om te werken. Het is net 6 uur geweest en ik ben thuis. En ik ga even iets kleins eten. En dan wachten op mijn huisgenoot tot hij thuis is. Want we gaan even een soort roadtripje boeken voor volgende week. Want we hebben dan bijna de hele week vrij. Terwijl ik wacht ga ik lekker op de bank chillen en wat eten. Of had ik dat al gezegd? We hebben net een roadtrip geboekt naar Valencia, Tarragona en... Reus. Ik weet niet hoe je dat op Spaans uitspreekt, maar goed. En nu ga ik even mijn broek strijken. Nieuwe dag, nieuwe date. Het is 3:30 en ik ben net naar huis gegaan van werk, want... Ik voelde me niet zo chill en toen ik thuis kwam ben ik echt in tranen uitgebarsten. Maar ik heb even met mijn huisgenootje gepraat en ik voel me nu wel wat beter. Ik ga nu even de was opvouwen en nog laatste dingen kopen voor Sinterklaas surprise. Dan mijn koffer verder inpakken en dan gaan. Al mijn spullen zijn ingepakt. Lekker allemaal mooi in thema met mijn wederom helemaal zwarte outfit. Met de zwarte trui die ik nog aan ga doen. Precies op schema. Ik moet over 5 minuten vertrekken. Dus dat is helemaal toppie. Ik ben te warm gekleed voor Barcelona en te koud voor Amsterdam. Ze hebben mijn lievelingswinkel op het vliegveld. Ik heb dus net een nieuwe sjaal gekocht. Want in mijn favoriete winkel hadden ze sjaals die ze niet in hun normale hebben. En het is dus 1 graad of 2 graden in Amsterdam. Dus ik kan het ook wel gebruiken. Home sweet home. Ik ben weer in Amsterdammie. Het is zo raar hoe dit... zo normaal voelt. Ik ben 3 maanden weg geweest, maar het voelt alsof ik hier gisteren nog was. Echt zo vreemd. Ik wilde dus eigenlijk naar Bora om mijn collega's te verrassen. Maar het is nu 2 uur. Ze sluit om 1 uur, want ik had echt heel veel vertraging. We zijn niet geworden en ik sta nu bij mijn nostalgische kinderdeur. Zo cute. Maar goed, ik ga even nog wat eten, want ik heb niet echt avond gegeten. Ik zat dus mee in de vlucht met mijn buurman te praten. Die uit Boxmeer kwam en
Hij was 56, maar we hebben echt over zoveel dingen gepraat. En echt diepe gesprekken gehad over het leven. En we hadden echt veel meer overeenkomsten dan je zou verwachten. Nu ga ik echt slapen. Ik ben echt zo kapot. Dus ik zal wel diep gaan slapen. Gelukkig morgen niet al te vroeg op. Doei. Ik had vandaag de begrafenis van mijn nicht en het was echt heel erg mooi. Het is nu 7:30 en ik ben bij mijn eigen huis. Want ik ga bij Jordi eten en spullen meenemen die ik mee naar Spanje moet nemen. Maar ik ben wel echt kapot. Oh my god, ik zie mijn kamer. Zo raar. Oké, let's go. Nou, dat waren echt een turbulente 48 uur. Maar het was wel heel gezellig om Jordi te zien en samen te eten. En had eigen rotti gemaakt en dat was echt super lekker. Dus nu even kijken. Net 11:30 geweest en ik ga nu even nog met mijn vader en mijn zusje tv kijken op de bank. En ik moet thee maken, want ik ben echt bevroren. Het is echt -3 nu volgens mij. Insane. Zaterdag en vandaag vieren we Sinterklaas. Jee. Eerst even stofzuigen en het hele huis opruimen. Zit gewoon vorst op de daken. Voel gewoon koude lucht hierdoor naar binnen komen. Mijn voeten. Is af, on to the next. Pasta, precies. Ik heb dus dit doosje. Dan openmaakt hier dinosauriërs en het gedicht. En dan staat er in het gedicht van dit is Flora. Want ze heet eigenlijk Flora. En dan moeten we op zoek naar fauna. Dus dat is de tas. Natura. Dus ja, bij gebrek aan ruimte in mijn koffer is dit een beetje de karige surprise geworden. Het zijn dus de cadeaus van alleen mijn oom, tante en mij. Dus het wordt echt een hele berg. Nou, het wordt echt een hele berg. Wel lekker kleurrijk dit jaar. Nu deze bende klaarmaken. Oké, dat is beter. Alleen nog even deze en 20 andere zakken op zolder zetten. Nog even mijn eigen koffer herinpakken. Het past een soort van. Ik had ansichtkaart dus geschreven en nu ga ik douchen. Ik ben klaargemaakt en de familie komt zo. Maar ik wil nog heel even snel langs Bora fietsen om Manuela te verrassen. Want ze mist me heel erg en ik kan gewoon niet nu in Amsterdam zijn zonder haar even te zien. Dus ik ga daar even langs racen, maar het regent nu. Dus dat is een beetje jammer. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaat reageren. Ze heeft geen idee dat ik in Nederland ben. Ja, super fijn om hier te zijn. Super fijn om hier te komen. Ik ga het goed doen. Wow, mooi. Hoe heb je dat meegekregen, joh? Ik heb het allemaal getekend. Hier is Sint. Hey, dat Piet. Ja, de Sint heb je wel iets. Hè, Sint die? Dat is voor. Even kijken. Dit doet me denken aan oma hondje. Oma hondje, ja. Nieuw cadeautje gevonden. En wil deze graag schenken aan mevrouw Greet. Greet? Nee, hè? Gretel! Nee, zeg. Meteen ook stappen met veel man. Ik krijg een cadeau, wat? Nee, maar denk ook, Greet, heb op jouw cadeau. Je zien, maar je kan ook zien hoe bijvoorbeeld... 4:50. Het was heel gezellig, maar tijd om te slapen nu. Het is zondag, bijna 11:00. En ik moet naar Visio, maar we gingen echt wel zo'n 5:00 slapen. Dat is wel het enige nadeel in ons huis. Oké, alle spullen zijn weer klaar. Lekker weer in een mooi thema. Toch? Ja. Toch? Wat? Wat? Heb je alles ingepakt? Niks vergeten? Ik zei dat het weer mooi in thema is. Ja, ja. Goed, dat weet ik niet of dat wil. Jee. Heb je nog een laatste boodschap? Goeie reis, veel plezier. Oké, doei. Ja, doei. Doei.
heren, wij zijn begonnen de daling voor de luchthaven van Barcelona. 9:15 en ik ben thuis. En het was een hele tocht, want ik kon de bus die maar 3 stops heeft niet vinden, dus ik had een andere gepakt. En toen moest ik vanaf Plaza de España lopen, wat dus echt dik 20 minuten is met deze 2 koffers. Echt very fun. En toen ik net naar binnen ging, zag Louise aan me lopen die beneden zit te eten met de bar, in de bar met haar vriend. En ze zei van, kom ook eten, dus ik ga nu even naar beneden om te avondeten. Het scheelt weer dat ik dat niet hoef te regelen. Ik ben weer thuis en echt best wel lekker gegeten beneden in de bar. Ik ga nu even mijn spullen uitpakken. Want als ik dat niet gelijk op de eerste dag doe, dan gaat het echt een week liggen. Dus let's go. Dit heb ik trouwens allemaal voor Sinterklaas en mijn verjaardag gekregen. Deze cute haarklem. En schaakbord. Een nieuw mobiel. Echt heel erg chill. Fluffy sokken. 2 gedichten. Dit zijn echt hele mooie bonbons. Wacht. Je kan het nu niet zo goed zien als in het daglicht. Maar ze zijn echt heel vet. En handgemaakt. Die heeft mijn moeder op een markt in het Westerpark gekocht. Dan een peren speculaas jam die helemaal biologisch is. Een hele mooie sjaal, een soort turquoise die ik van mijn tante heb gekregen. En het schijnt hele goede kwaliteit te zijn. Dan had ik dit gewonnen met dobbelen. En eigenlijk kwam het wel het leukste uit dat ik hem had gewonnen. Want nu heb ik een Amsterdams huisje in Spanje. En ik ben de enige die nu niet in Nederland woont. Dan deze thermosfles. Ook echt very nice, want die ander is helemaal afgebladderd. Die kan echt niet meer. Dan had ik een surprise gekregen met allemaal Oud-Hollands snoep erin. En onder elk zeg maar soort snoep zat een foto van mijn familieleden. Echt zo erg schattig. Maar de doos was nogal zwaar, dus die heb ik uiteindelijk helaas niet meegenomen. Nog een vaccinoletruimpje. En 2 chocoladeletters. Hieronder heb ik nog chocoladeletters die ik voor mijn huisgenoot heb gekocht. Maar die krijgt ze later nog. Ik ben echt zo blij met alles wat ik heb gekregen. Echt hele leuke dingen. En nu ga ik even lekker douchen. En ik heb een nieuwe constructie gemaakt op mijn deur met mijn sjaals en riemen. Want het past echt niet meer op de kapstok, aangezien ik een nieuwe jas heb meegenomen. Belt mijn kapstok nogal uit. Ik weet ook niet of dit heel... Nou, het blijft best goed hangen tot nu toe. Maar goed, ik ben echt nog steeds heel erg keelpijn. Ik ben 11 uur geweest, dus misschien ga ik nog even 1 aflevering... Oh... moet deze video's nog editen. Oké, daar heb ik echt geen energie voor, dus dat ga ik morgen wel doen. Ik vond deze week best wel pittig. Gewoon ook het afgelopen week ook echt voorbij gevlogen, maar ik heb zoveel gedaan. Dus ik ben wel echt uitgeput nu. Maar het was wel echt heel erg fijn om gewoon even familie weer te zien. En zeker ook na aanleiding van dat mijn nicht was overleden. Wel erg fijn dat we daarna ook gewoon nog echt een leuk moment met elkaar hebben gehad allemaal. Is er echt zoveel gelachen om die surprises en zo en de cadeaus. Dus dat was wel echt heel erg fijn. Ik voel me in dat opzicht wel weer meer opgeladen. En weer ready voor de werkweek. Behalve het feit dat ik weer geen lunch heb morgen omdat het weer zondag is en er geen supermarkten open zijn. Ik kom dus net uit de douche en ik snap ineens wel die dry needling zoveel pijn deed. Dit is helemaal blauw. En ik voel hier echt daar op. Oh. Dit is echt een hele bobbel. Oh, ik mis het Nederlandse water nu alweer. Ugh. Slaap lekker.